Dag lieve mensen, leuk dat jullie kijken. Het is kerstavond en wij zijn onderweg naar de kerk. Het is tijd voor een weekvlog, de eerste. Wow, spannend. En wat voor een? Wat voor een? Een week vol feestjes. Dat voor een. Even kijken, ik parkeer het eventjes hier. Dan hebben we nog een stel. Bingo! Goedemorgen lieve mensen. Vrolijk kerstfeest. Het is 6:40 kerstochtend. Help. Maar het is kerstochtend en op kerstochtend gaan er altijd mensen naar het ziekenhuis. Ik zei maar te trillen, joh, zo vroeg is het. Want dan gaan we zingen met een groepje mensen. En er is ook een orkest bij, noem je een orkest? Muzikanten. Muzikanten zijn erbij, die spelen het liedje en dan zingen wij met z'n allen mee. Het is altijd zo bijzonder, dus vandaar dat wij om 6:00 ochtends uit bed gaan op kerstochtend. En... Maar niet alleen in het ziekenhuis, hè? Nee. Eerst in het ziekenhuis en daarna gaan we nog naar 3 andere verzorgingstehuizen. Dus ja, daar gaan we. Ik ben er klaar voor. Dit is mijn outfit. Tada. Kijk even naar die schoenen. Kan ik erop lopen? Nee. Maar ja, weet je, als het met kerst al niet aan kan, wanneer dan wel? Dus. Wij gaan zo met de familie gezellig kerst vieren. Zin in. Goedemorgen allemaal. Het is tweede kerstdag vandaag. Gisteren was het super gezellig met de familie. Vandaag komt de andere familie bij ons. De voorbereidingen zijn al in volle gang hier. Het is 11 uur. En het ruikt hier nu al echt fantastisch. Ik ben nu aan het knutselen, jongens. Kijk, dit wordt het. Bestek, zo, met een kaartje, met een naam eraan. Hartstikke leuk. Dus dat doe ik even. Terwijl de voorbereidingen van het kerstdiner klaar zijn, heb ik ook nog even een taart gemaakt, want ik ben morgen jarig. Dus dat ook nog. Hier is alles klaar voor de gasten. Nu ik nog. Zo, het is 9:15 en de dag zit er weer op. Dit is de status. Zoom. Dus, vrolijk kerstfeest. Morgen nog meer feest. Doei. Dat kan je wel zien, dat is Fena. Ik wil nog even een lichtje aan doen, want ik zie Fena niet. Hallo. Oh, ja, ja. Goedemorgen, wat gaat er allemaal? We leven, hoera, hoera. Ze leven, hoera, hoera. We zijn er niet meer diep. Hoera. Wat hangt er voor moois ver allemaal in de lucht? Oh, wat mooi. En wat slim is van jou? Zijn we ziek? Nou, gaan we openmaken. Hier,
Jingle bells. Blow, blow, blow. Blow, blow, blow. Yeah. Blow, 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 blow. Dat is niet mooi! Meer een kindje. Hartelijk gefeliciteerd, volwassenen. Eindelijk aan. Dit was fijn. Daaah! Fijn, hè? Goedemorgen allemaal. Vandaag ben ik jarig. Yay! Hippie! Matt heeft heel mooi het raam versierd voor mij. En ik heb al leuke cadeautjes. Tadaa! Die wilde ik graag. Ik heb een heel mooi fotoboek. Met allemaal foto's erin. Kaartjes. En... het hoofdcadeau natuurlijk. Ik ga met mama een weekendje naar Londen. Hey. En dan hebben we hier een tafel. En daar komen allemaal taartjes op vanmiddag. Dus dat. Nou jongens, wat een cadeaus. Tijdschriften, chocola. Allemaal kaartjes. En geld. Nog iets leuks van oma. En nog een leuk krat. Die wilde ik graag. Tadaa! Wat een verwennerij. Ik ben in één keer hard. Ja, oh, laat maar op. Is dat niet dik? Ja. Ja. Oké, okay, dat is wel van mijn wens. Kan het wel. Hoezo staat hij in de fik? Ja. Oh. Het waait met een beeldje in te staan. Ja. Leuk. Ja, ik kan filmen. Ja? Hij staat onder de lamp nu. Nee. Oké, okay. Moet jij weten. Je hoofd staat wel precies erachter, maar hey. Oké. Okay. Heel leuk. Zal ik hem aandoen? Ja. Oh, dan gaan ze niet tegelijk. Oh. Ja! Gefeliciteerd! Hey! Zo, deze dag zit er ook alweer op. Vandaag heb ik een feestje gehad met 5 vriendinnen en hebben gezellig geluncht. En ik heb met Fenna zo net lekker gegeten. Want dat was haar cadeautje voor mij. En dat was super lekker. Dus, nu gaan we naar huis. Dag mensen, goedemorgen. Het is maandag en de zon schijnt. Oh, yes. Sinds vorige week dinsdag was het non-stop rennen, hazen, vliegen, feesten, eten, alles. En nu eindelijk even niks. Fijn is dat. Wij zijn in Zwolle en wij gaan even shoppen. En ja, let's go! Ik kan dat ook nog niet.
Oké, mensen, dit hier bij mij is dus een oude kerk. En daar zit nu een boekenwinkel in. Nou, jongens, ik ben 10 keer in Zwolle geweest, maar ik heb het nog nooit gezien. Ik heb de Walhalla ontdekt. Zo, hè? Hé, kom zo. Serebenen. Maar zoals altijd, goed geslaagd. Het zal ook weer eens niet. Even tijd voor een shoplog, jongens. Oké. Ja? Komt-ie. Ik heb een vest. Lekker warm. Ik heb het altijd koud. Wat heb ik nog meer? Ik heb een kaartje gekocht. Oh ja, deze. Poging 365. Vanavond. En. Even kijken. Deze. Au. Wow. 2 cadeautjes voor mezelf. Ik ben het jarig geweest. En ik heb een heleboel geld gekregen. En. Dit heb ik hiervan gekocht. Het is ingepakt, dus je weet niet wat het is. Het zijn boeken, dat wel. Goed. Dat zul je nog wel eens zien. Waar was het? Was het gezellig, jongens? Ja. Zo, ik loop al de hele week rond met nat haar, maar ik heb gewoon geen tijd om het te feunen. Even kijken. Het is de allerlaatste dag van 2019. En wij gaan altijd op oudjaarsdag met de hele familie naar oma oliebollen eten. Dus dat is ook precies wat we vandaag gaan doen. Zin in! Gezellig, de hele familie komt daar. Boom! Oh, dit zijn een soort sterretjes die lopen. Ja. Hartstikke leuk. Wauw! Wauw! Oh, dat stinkt. Dit is weer veel te groot in. Voor alle mensen, weet je. Zo, dan moet ik een kaart. Die heb ik goed in de kleur. Oh, wat spannend. Het is goed brand. Oh, shit. Ik heb hem er maar een beetje in. Oh, ik kan hem nou wel doen, of niet? Kom vast zo. En dan kan ik hem, ja? 1, 2. Oh. Kom vast. Vast houden. Kom vast. Waar? Kom vast houden, ja. Ja? Dan gaan we maar even naar de volgende. De volgende. Grote zie. Wens gedaan? Ja. Oh. Dit is goed. Wow. Dat is goed. Goed wel. Ja, lekker vol zo, ja. Dat is wel eng, hè? Wat komt hier weg? Wat goed! Okay. Jullie hebben geen idee hoe mooi dit is, jongens. Met u. Voor de medemens. Nee joh, hij vliegt zo meteen, er blijft niks van over. Yes! Oké, een van de boeken die ik heb gekocht is deze. Echt een super mooi boek. Want ik wil natuurlijk vet op wereldreis. Dus dit is gewoon het perfecte boek. Dikke aanrader ook.
en ik zit nog een beetje in de kreukels. Maar hè, dank jullie wel voor het kijken, lieve mensen. Ik moet nog een beetje wennen met vloggen en zo. Maar goed, dat komt vast wel. Ik wens jullie allemaal een heel gelukkig nieuwjaar. En ik hoop dat al jullie dromen en wensen uit mogen komen in 2020. En vond je dit nou leuk? Doe even een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. En dan hoop ik jullie de volgende keer weer te zien bij een video. Doei!